nog 24 uur. En ik wil jou toch nu graag het eerste woord geven in de strijd tegen kanker. Alsjeblieft. Gaaf dat jullie er allemaal zijn. En ik begin nou zenuwachtig te worden. Maar we gaan er iets moois van maken met z'n allen. Super. Dankjewel iedereen die er aan mee helpt, geholpen heeft. Super. We gaan beginnen met de officiële opening. We hebben nu eenmaal een local burgemeester in de house. Maar daar heb je een lint voor nodig. En bij een kapsalon dachten we, ja, een lint doorknippen is wel een beetje cliché. Je kunt beter een hele grote staart afknippen of doorknippen. Nu hebben we een aantal lieve dames bereid gevonden om te fungeren als lint. En ik wil graag een groot applaus voor Freke en Jip. Want hun schitterend gevlochten staart die wordt gedoneerd voor het goede doel. Ja, we hebben een winnaar. Nou, ik zie dat de loco-burgemeester Stefan ook. En we verklaren hierbij de boel voor geopend. Hè? Het geweldige 24 uur knipmarathon. En ik zou zeggen, dames, neem jullie plaats. Ja, knip ze. Waarom heb je dat nou gedaan? Voor oma. Ja, maar wat is er met oma? Heeft ook kanker gehad. Ja, dus je in de familie heeft ook kanker gezeten. En daarom heb je zo heel stoer je staart af laten knippen. Ja. Na al die hectiek van de start van vanmiddag, hoe gaat het nu? Oh, helemaal relaxed. Super relaxed. Kun je dat niet zien? Ja, het is gewoon geweldig. Die opkomst is druk. Ja, super gewoon. Er zijn al aardig wat tegeltjes verkocht. Jawel, en dit hier, dat doe ik even omdat er zo'n rare hoek in zit, ronding. Maar het gaat goed. Maar het gaat niet snel. Zoals jullie zien doen dames alles om een mooi paar stiletto's en een waardebon van €100 te winnen. Vraag ik iedereen even een moment van rust en stilte te nemen en terug te denken aan de mensen die ons ontvallen zijn. En een beetje het leven vieren voor de mensen die het overleefd hebben, want ook die zijn er erg veel.
foto's bijgemaakt? Willen jullie op Facebook? Goedemorgen! We hebben hier John Berends bij ons en die gaat vandaag een speciale knipbeurt weggeven. En nog een verrassing op het einde, is eigenlijk onze grote ster van de show. Hoe ben je zo een beetje verzeild geraakt, John? Nou, verzeild? Ik ben gewoon benaderd en mijn OEA-mode heeft mij gebeld. En ik wilde graag aan meewerken. Iets voor het goede doel, dat is kleine moeite. En, ja. Zijn er bij jou in de familie ook mensen geweest die ermee te lijden hebben gehad? Van de... Ja, ik heb natuurlijk mensen verloren aan die verschrikkelijke ziekte. En ja, dan is de kleine moeite als je zelf... de zon bent om een steentje bij te dragen. Want we zijn nog niet helemaal klaar. We hebben nog één act, één hoofdact. We bewaren het allerbest voor het laatst. En dat is Marion zelf. Oh, ja. Wil je vertellen wat we gaan doen? Of, nee, dat ga ik niet vertellen. Nee. Het is in ieder geval nu veel beter. We hebben John nog. John Berends. Die heeft iets speciaals bedacht voor Marion. En ik denk dat ik de rest maar overlaat aan jullie. Uur keihard gewerkt, heel dit initiatief ondernomen, alles georganiseerd en dan ook nog solidair met al die mensen die te maken hebben met deze zwaar ellendige ziekte. Maar ik kan alleen zeggen een vrouw met ballen. Ik kon het even anders niet verzinnen, maar een vrouw met ballen hoor. We weten niet wat er totaal opgehaald is. En willen wij dat weten? Hoeveel er opgaat? Dacht het wel, hè? Dus ik vraag al jouw geweldige kapsters die je ondersteund hebben bij dit fantastische actie. Evelien, ja, zie je. Applaus voor Evelien, want het eindstand is... 10.198,56 €. Ja, daar hoor jij bij. Wat een fantastisch resultaat. Marion, ik weet van jou dat jij gek ideeën kunt hebben, maar hoe brengen die dan uiteindelijk toch een keer, nog een keer tot uitvoering? Hè? Maar gelukkig heb jij mensen om je heen als Judith, Valint en Heidi de Kort. En als daar dan het resultaat het bedrag van mag zijn, 140.000 of 14.093,92 €. Ja, dan is dat ongelooflijk. Ja, we zijn ontzettend blij en trots dat we 14.000 euro voor onderzoek voor het KWF met zo'n klein dorpje, waardoor heel het dorp het evenement gedragen werd. En met jullie. Ja, dat is heel voor elkaar. Dat, ja, en zonder vrijwilligers en sponsoren was dit nooit gelukt. Dankjewel allemaal.